Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Nou, dat zegt WDM Pro. Die geeft namelijk aan dat in Albanië ja, nee is. Maloot WDM-pro op Instagram heeft een andere theorie. Wie is de Mol Pro? Wie is de Mol Pro? Ik ben al zo'n 2 jaar bezig met mijn Instagram-account. En nu na 2 jaar zo op Instagram te hebben gezeten, vond ik dit de ideale video om te beginnen met wie is de Mol Pro eigenlijk echt? Nou mensen, dit ben ik. Veel plezier met de video. Hallo allemaal, ik ben Tim en welkom bij deze eerste hints en theorieën video van seizoen 22 van Wie is de Mol? Mocht je meer van dit soort video's willen zien, abonneer dan even zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's, muziek en alles en nog wat. En dan zeg ik, laten we maar beginnen met de video. Opdracht 1. De kandidaten komen 1 voor 1 aan bij Rick. En Rick vraagt meteen elke kandidaat al een schot voor de boeg te geven op de vraag wie is de mol. Veel moloten op Instagram denken dat ze daar Freesia aan kunnen linken als potentiële mol vanwege een schot op doel en dit keer een schot in de boeg. Hierna zegt Rick dat de kandidaten zijn ingedeeld in 2 groepen, aftroeven en troeven. De kandidaten in het groepje van troeven konden troeven verdienen, dus jokers, door opdrachten goed te voltooien. En de kandidaten in het groepje aftroeven konden geld verdienen, per opdracht die er goed was. Als je wilt mollen bij deze opdracht, dan is het slimst om in het groepje aftroeven te zitten, omdat je hier controle hebt over het geld. Aan het einde van de opdracht wordt ook gezegd dat er geheime aanwijzingen te vinden waren op de biljetten. Dus dat betekent ook weer dat het heel verdacht kan zijn dat bijvoorbeeld Freesia heel veel geld zomaar snel wegstopte, zodat de andere kandidaten het niet snel konden zien. Als zij hier de mol zou zijn, dan zou zij heel slim kunnen denken, ik verstop het geld snel omdat de aanwijzingen erop staan. Ja? Oké, wat is dit? 250 euro. Let's get it. Oké, bam. Door naar de volgende opdracht. We liepen naar een boomstam. Hoeveel is dat? 300. Je kon als mol hier ook in het groepje troeven zitten, maar dan moest je ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk jokers juist werden later gezien. En dat deed Laetitia ook. Dat is een hint van het account Mollenjagers op Instagram. Die zegt namelijk, Laetitia die begint als eerste met een joker te laten zien. En uiteindelijk volgen de rest. En Laetitia die kijkt een beetje buigend van, goh, ik wil niet dat mensen zien dat ik de eerste was. Ik wil geen opmerkingen krijgen en zo. En dat vond ik ook heel erg verdacht. Na deze opdracht zit ik meer op Laetitia en Freesia als potentiële mol. 1, 2, 3, 4. Opdracht 2. Avondklok. Een hele goede naam voor een op zich wel leuke opdracht. Was niet veel interactie of zo. Maar ja, een prima opdracht. Tallen 11 en 22 komen weer in de aflevering voor. En wat kan dat nou betekenen? Ik heb er heel veel over na moeten denken. En uiteindelijk heb ik toch nog een theorie kunnen verzinnen. Maar die theorie, dat is net zoals vorige jaren, lastig. Want ik dacht, we kijken even op 11 minuut 22 in de aflevering. En wat zien we op 11 minuut 22? Nou, daar zien wij vervolgens Arno in beeld komen en Hila uit beeld gaan, zeg maar. Dus de wisseling tussen Hila en Arno. Als het in de volgende afleveringen weer zo is, dan zou het kunnen dat Wie is de Mol ons eindelijk die hint heeft gegeven. De tijd zal het leren, wat tevens ook de afleveringstitel zegt. Dan ook nog een andere theorie over deze twee getallen, 11 en 22. Als wij namelijk naar seizoen 11 gaan kijken, dan begint het avontuur met een opdracht in een voetbalstadion. Wie heeft er iets te maken met het voetbalstadion? Freesia. Het is misschien een beetje een vergezochte hint die ik ook echt niet kan uitspreken. Maar ja, wie weet is dit wel een goede hint en wie weet niet. Maar ja, dat komen we dan wel weer achter. Naast dat er een voetbalstadion was, komt er natuurlijk bij voetbal ook een elftal voor. En welk getal wordt nou ook het gekke getal genoemd? 11. Want dat kan natuurlijk ook niet door zichzelf delen en daarom wordt het ook gek getal genoemd. Welmoed was het hier ook mee eens. Hij vond het namelijk ook heel erg raar. Waarom? Wat is er met die 11 en 22?
Het kan zijn dat de productie haar heeft gezegd dat zij dat moest gaan zeggen. Het kan ook zijn dat, dat zij dat gewoon zelf allemaal verzint. Maar als zij de mol zou zijn, dan denk ik dat de productie erachter zit om even een zetje te geven richting het getal 11 en 22. Hoezo 11? Seizoen 22? 11 van 22 is 11? Gekke getal? We kunnen in ieder geval Freesia linken aan het voetbalstadion en aan het elftal. Nog de testresultaten. Verdenkingen. De verdenkingen zijn als volgt. Arno zit op Welmoed, Letitia, Sahil en Thomas. Dat is heel belangrijk om te weten. Everon zat op Sahil en Hila. Freesia zat op Sahil en Glenn. Glenn zat op Thomas. Letitia, daar werd niks over gezegd tijdens de biecht. Kim zat op Everon, Sahil zat op Welmoed, Thomas heeft aangevinkt bij de vraag of de mol een man of een vrouw is, een man. Dus dat zou betekenen Everon, Glenn, Arno of Sahil. Hila zat op Thomas, Everon en Kim. Welmoed op Hila, Kim, Sahil en Thomas. En de afvaller van deze week, Suzanne, zat volgens de biecht op Hila. Maar als je kijkt bij de online serie Niet de Mol, van Splinter Chapot op het YouTube kanaal van Wie is de Mol, dan zegt ze ook dat ze op Thomas zat. Hoofddoel is niet als eerste af te vallen. Dat was mijn hoofddoel ook, hè. Nou, dan hebben we nog de laatste hint van deze video en die gaat over Arno. Want als wij Arno's naam, de betekenis daarvan opzoeken, dat is een Duitse jongensnaam. Duitse jongensnaam? Die betekent letterlijk machtige adelaar. En wat staat er nou op de vlag van Albanië? Een adelaar met twee gezichten. Dan nog de statistieken van wie Nederland verdenkt. Op dit moment staan Welmoed en Sahil bovenaan, gevolgd door Everon en Arno. Ikzelf zag mijn punten komende zaterdag op Letitia, Kim of Freesia. En ik denk dat ik alle drie gewoon een beetje ga spreiden. Voor mij is dit jaar een man, niet de mol in ieder geval. Bedankt voor het kijken naar deze eerste hints en theorieën video op mijn kanaal. Het is nieuw, dus het is even raar en wennen. Maar goh, hoe ga ik het nou doen? Nou, dan heb ik nog een laatste kleine mini hint. En dat gaat over Letitia. Er komen in de aflevering heel veel opera en theater voor. En dat is natuurlijk vandaag, want Letitia is operazangeres. Dus dat zou net zo'n hint kunnen zijn als Merel met de vogels en Margriet met de bloemen. Abonneer voor meer video's als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie volgende week. 1. 2. 3. 4. 5, 6.